worden. Daar zijn ze met Mark Cavendish, het nummer 203. Vierde in het treintje van de Colombia-mannen. Maar het tempo ligt niet hoog genoeg. Ze komen nog van links Pozzato. Naar rechts. Aanval van Pozzato. Pippo als finisher. Als finisher kan dat. Zo moet het ook zaterdag. Zo moet het ook zaterdag. Maar ze zitten alweer op het wiel. Pozzato die het tempo misschien ook wel hoog legt. Ja, het is lastig, hè? Ja, ja. Het is lastig, hè? En dan zit McEwen of Napolitano toch nog altijd klaar. Ivanov zakt weer terug. Dan zien we Benatti. Davis moet het zelf gaan uitzoeken. Kreeg daar een duwtje van een ploegmaat. Kijk, daar zit Davis van Quickstep. Hammond die nu weer naar voren schiet met Roland. Alessandro Donati is de man van Acqua e Saponi. Het is Brad Lancaster die aan het wiel zit van Hammond. De laatste kilometer. De televisiemotor nu weg. Hammond schiet naar voren. Cavendish zit daar eigenlijk perfect. Zijn trein kwam op het ideale moment. Napolitano is de eenzame man van Katyusha die daar nu moet proberen mee te glippen. Maar Cavendish zou dit eigenlijk niet mogen verliezen. Als hij dan toch de snelste ter wereld is, dit wordt zo goed als perfect ingeleid. Hinkepie in tweede positie. Petacchi is toch nog kunnen opschuiven. Zit daar in tiende, twaalfde positie, maar geraakt aan de verkeerde kant. Hinkepie gaat er nu aan beginnen. Hinkepie gaat er nu aan beginnen. Kan dat nog verkeerd gaan voor onze vriend Cavendish? En daar gaat Napolitano rechts. Cavendish komt nu uit het wiel. Cavendish nu als een raket naar voren. Cavendish, Cavendish, Cavendish. Farrar probeert nog, maar Cavendish is sterk, is verschrikkelijk sterk en wint hem. Voor Farrar. Ja, Farrar die zich toch ook meer en meer profileert als een van de topspurters. Was de enige die in staat was om het wiel van Cavendish te houden.